Ai, strana, mi mole, sweetie condre. Kijkers, goedenavond en welkom tot uw favoriete actualiteitenprogramma Afrekenen met het verleden voor een beter heden. Ja, mijn lieve mensen, het is vandaag 31 december 2019, de laatste dag van het jaar. Dus dan weet u dat we leven in oud jaar. Maar ja, de actualiteiten die gaan gestaag verder. En ik moet u zeggen, dit is onze 78ste programma. Wat een mijlpaal voor dit programma. En we krijgen goede reacties, goed respons overal, ook vanuit Nigeria en Paramaribo. Iedereen praat erover. Het enige wat steekt bij de mensen is dat het programma een beetje te kort is. Maar ja, ik hoor van vele kanten dat juist een korter programma effectiever is. En mensen kijken naar belangstelling uit. Je verveelt niet daarvan. Dus vandaar dus dat we het voorlopig houden op 15 minuten. Wanneer we ook kijken naar onze kalender, lieve mensen, dan zien we ook dus dat er nog 5 maanden resten om te gaan naar de stembus. 25 mei 2020 is de grote dag. Morgen is het namelijk nieuwjaar. En vanuit deze plaats wil ik u alvast een gelukkig nieuwjaar toewensen. Laat me de hoop uitspreken dat vandaag op oudjaar ik u een zalig uiteinde verder toewens. We kijken richting 2020 en wij zullen het ernaar moeten maken dat we een goed jaar krijgen. En dat we echt waar, daadwerkelijk zullen afrekenen met het verleden voor een beter heden. Maar 2020 wordt het jaar voor een beter heden, voor u als Surinamer, voor ons allemaal, voor onze kinderen en kindskinderen. We moeten af van het juk, wat heet Bouterse. En daarmee moeten wij echt wel afrekenen. Lieve mensen, kijkt u, we hebben onlangs gehad toch, de krijgsraad heeft uiteindelijk toch Bouterse veroordeeld tot 20 jaar celstraf. Niet 2 weken, niet 2 maanden, niet 2 jaar, maar 20 jaar. En ja, er wordt ook gezegd, u gaat het gaan moeten lezen. Ik wil u aanbevelen vanuit deze plek om te kijken als u het kunt downloaden. En dat u kunt gaan lezen, misschien moet u het opslaan en dan ergens zetten wanneer u echt de tijd heeft, dan moet u het echt met volle aandacht gaan lezen. Lees u het, lieve mensen, en dan gaat u zelf zien wat de krijgsraad daar neergepend heeft, dat Bouterse echt wel een cruciale rol gespeeld heeft bij het liquideren van deze 15 gevoede Surinaamse burgers, samen met Roy Horp en de heer Paul Bagwandas. Die zijn de mensen geweest, die zijn de beulen geweest. Jammer genoeg zijn Bagwandas en Horper niet meer, maar Bouterse die is er nog en hij zal het gelag moeten betalen. En de rechter heeft hem ook laten zien dat 20 jaar celstraf hem niet mag ontbreken. Nu is het dan zo, lieve mensen, dat iedereen opstaat en zegt, hoe was Rotomi, mijn voorzitter nog? Hoe was Rotomi, president? Hoe was Roto dit, hoe was Roto dat? Wel ook aan Figen. Welkom tegen man dat is een job voor een kanguru naar OCR. Dat is erapen. Dat mek het op hem voor. Want no was man nog naar boven alweer. Als mij met is straf, of jou met is straf, of we hebben gewoon een straf of zo, of ons dan. Maar zei de ander naar buiten zo, dat een vrede, dat een macht Roto. En wat doe ogri, en je wil lezen dossier. Maar tegen u nu, alle justing op groep, afvassie, waar de go tik de man, waar de martel de man, waar de man kier de man. Nee, lieve mensen, het is niet om erover naar huis te schrijven. Het is echt geen goed ding wat toen gebeurd is op 8 en 9 december 1982. Het heeft dus daadwerkelijk een eind gehad. Hij moet nu achter slot en grendel, maar nu met dat ik aan voet doe. Dan met dat tak naar een politiek proces. Zomaar een bedrijf van politiek nu. Nou, en ik gebruik een politiek nu. Alleen van kan win bakken. Daar gaat stom bakken. Alleen van een kota straf. Maar daarom ik een moest dena ai. Een wiki, een tanwiki. En dat een moest stemmen weg. Zodat een man kon stom president. En dat een kota straf. Maar dan, als ik ook doet
tak aulasi yara asami asap tak aulasi. Kasi ngayon mita edu, mita takitak yara no, wawet ko, konstitusyonil ho, das wadu, wagi yung feeling daran. Di man karkarawan tuman, piki-piki wan tuman, sa wagi yung feeling na a konstitusyonil ho, met din for standard, data este san sa demawan, tuts na amnesty wet, o 2012, wet ko, yere jaso. A wet a amnesty wet for 2012 alfas a ben fout and telek no a fout want te wan sag de na krutu bakra da no wan sma no man go dugu dugu na miniri and that sad also in ons a front wet that wanneer an sag an hangak is gemak de rechter is bezig met het proces niemand mag zich daarin inmengen ook a regering niet daarom hebben we toch scheiding der machten. De rechterlijke, de uitvoerende en de wetgevende macht. Waarom houden deze gasten zich daar niet aan? Wanneer het hen toekomt, dan zeggen ze wel, ja, laat het recht zeker vieren. Want als ik kijk naar collega Wintelf, dan vinden ze dat ze het recht zijn beloop moet hebben. Voor Wintelf geldt dat wel, maar niet voor Bouterse. Wie is Bouterse meer dan een Wintelf? Dat kan toch niet, we zijn allemaal mensen. En als ze fout hebben gedaan, dan komt die straf weer. Dus kom ik begin tegen u. Tak was per ago. Awango toets na constitutioneel hof. Next no je pin. Omdat is op zijn he. Azaak bij de aanhang kaba 1. En 2. Aman kies wat voor is kaba voor 20 jaar. Dus ab daar rustig. Wacht die tede maar over te keen. Vagos doen aan 20 jaar. Dat na heer tori in a proces die zie. Dus mi mati bautasa. No ating doro fiuga bakken. Tegi da ome langa libis ma etegi yu. Tak kong tak nanga densma. Tegi den samsa. Ome langa de famiri e aksi. Dema wa sabi sana rida takitek dema. Lip takitek dema afasi fai kir dema. Fai martel dema. Ala de sandati desma be wa sabi. Ma noit, noit, noit. Teka abegin fuko bikin takang ades mada mi ekario wa frede grichi wanti frede wanti fino be frede so so bikin mo foyami ye kutis ma fe taksani luku december ten pasu kis cash face usap taki kenche Jesus ben gebora eda kenche Jesus ben kongado masragado sen esun konagron tapu fupur ala sondugi uno nasaw mi madon ko kontaki santron so hana pastor mi no sabe patron dat work like pastor yara wan mi sabe altele ko ma fu sob abe da skoro dos e patron pastor dat mi no sabe ho ultima dat tempo da ma da ama me aksi mi e ka absol bible ama elisi wan e no ama bible scripti tak libis ma ben de de Jesus da ma wan ko for kalek so wan mordenar wan fiel da ka mordenar na Jesus tak Jesus de de da mensheid. En unulek mensheid moest de dekkie bouten ze. Wel, meneer Donk, je was goed de dere. John Pofia abroki, goed de kiris refi of drink, Shankari of Saiwan drinken, dat we zien dat hij de dekkie bouten ze. En alle de man die dat hier no, suma economie president, economie, an economie. En was dat om haar ook toe, a man of ordeelijk president, want die apleek afek abe de gewoon masra bouterse. Ano ben de president. Dat we vergeti. Ama te kasani. Fu troon president. Alleen of ak kan safe en selepi. Dat na alasana. Alasana aher tor dati. Dus. Lukuman. Nanga arkuman. Mi wa tegi unu. Tak u hobre ku verstaan. Meka recht abe balu. Altijd we takki. Te adena watraman doro. We tak tak ay meka recht abe balu. Wel, mijn karecht hebben we ook in het toren is toe. En hebben we ook kabak, 20 jaar zelf. En dan go jugu jugu, dat je go na constitutioneel hof. Je go luku seimsa, dat je kan. Meka astrafu ongedaan, want dat no kan. Samus doen we ama meka breu, hoe a wet, dat hij go. Want hij is bij verstek veroordeeld, dus ama teken verzet. Meka go, dat go hier is aan epsa, san kurutu bakra sandu in het toren dat die. Dus nou maar één keer aan mij als die wet negatief doet, dan heb ik dus nog je 20 jaar. Constitutioneel hof de, nou een boel zijn niet, want alles aan zijn eco, no, no.
dat oefen tak anubung da asan dati kangguna konstitusional hof. Wat rasani, nuko ja. Welibin en serenang alama esisa epsa pa libisma epina. Tramontaki serenasman epina wat ebdeli kuden feisa dey fa fotospang fa denyang presispang alasani spang dan detaki tak serenaman epina mamoteri unu. Furuma epina na soso de masa euroko lantiman de masa sdona de bigi badre ademandat abebom de man kan tekwa itancha de man bestel wan yang de man kan fir wan fis ma efi lukulon tu esra na kondre a fasi fa sernama be fir kes na ngayari i denki i shitak na datipsa te uluko ala de ferlekte alte ferlekte belai overal a esa presam sapsak sam ferlekte eh. Na mi mar dilap oso terape pe eitan drape de ma fersier de ma fersier a play isa ome moni ep ego drape inilisi na twentak dusung dala efano moro serefi de ma inilis no mo na seref kali kali cash bom de pot dape na ngalang ngalang alet yes pot wang mo isani gis mato pot leuk sani gidem ching metak de kango pre dape Fernandez misi pot wang mo isani pe alas makango de campur foto de hawa quest drapes ma camino a pres dat na wan bon sani ma de asani sa are tere ni se do tak ye pina desma en dat ye tekni ala umoni da yego pote na wan cambio fu fu chotelal da amanda ti edusa awani in of acht pedem dala datik mogo yusa pak mogo well go on the soup pedem moni dat mogo emo bidin tayli uno a fasfa ala deis ma be ablangare un luku trayari fo de asem fasi ete em na asem fasi tak de ma oknap nen ala turai wan ego wan epo alina fu de ma ka besel dribar ki dala o basas fan 800 SND en sabi tak po wam chima wam chima na wan tu wan salari su tuai dri fir de oisan amam bai dribar ki dala efa bai dribar ki dala dri malates firan tuai ta konde fa o libi ano ma libi das coden keep team for san fasi coden ki ta kiere no a fasfa konde e tiri no no ano bu bauta sa na nga de ma pe de ma fer ni ta ka konde mi na ta ki ta ki tra ko tra re kere ni vende no be du ogri de be du ogri tu so tra kere ni sa no du ogri ala mala du de ogri na de fasi ma a fasi fa as a na people e pina no no tak luku fa luku a criminalite F sen me ka criminalidade de novo. Na dura fasi sa F sa de malo beta ki alsis de sisko. Na de sisko cha. What if de sisko be pinasma? Tasma no bote ka tenta de go furu. Tra e fende de de servi te de go furu. Na no bu. Ko den ki lek sana ma. Ko den ki lek ate fa u belera skoro na nga gado fasi ka kiere um lok makandra. Ma asan sa me shinono in sana konde. No ma na lo kontra wa. No one man no love one trawan. Sa de man lobby, dem young, dem overlaid, dem weary, dem dreamy, dat na alasani. Ma fu denki moro fara, trawans, nene kisa moni dat ook tu. Panta moni sa ekis no no vanda handa da. Na net, fu bay wan saka alesi, i bay kande wan fouru, i bay wan tu blekes anga flesh suara sani po drape oli en so. Na dek ba, a moni klari, da ino luku monet f5 burst, of this masa abuagi fulai oli just komtegi alles is an puinhoop die opgeruimd moet worden 25 mei 2020, want echt wel zo kan het niet verder gaan. Boutussen en zijn corneetjes die moeten allemaal weg. Meneer Belfort heeft ook al opgeroepen dat hierin mimati jabon van de stabine in saka aduan beroep tapa voorzitter voor parlement. Tak hier en ook. En ook kan ama abon veroordeling. Hij is een gevonniste moordenaar. Hij moet aftreden. Hij moet plaats maken. Laat hij het overdragen aan die vice-president. En u hebt zelf gezien, zij die de beelden hebben gevolgd, hebben gezien, dat meneer Belfort niet eens de kans gekregen heeft om zijn zegje te doen. En de knop werd uitgemaakt. Maar toen de heer Bouva, de ondervoorzitter, aan het woord kwam, toen werd hem alle tijd en ruimte gegeven. De mensen maakten kabaal.
En hij zei zijn voorzitter, laat me afronden. De voorzitter heeft hem ook gewoon zijn tijd gegeven. Misschien meer zelf. En hij mag wel. Waarom mag de coalitie en waarom mag de oppositie niet? Het is toch zo'n samenwerking tussen oppositie en coalitie. Alleen hier in Suriname zien we dit gebeuren, lieve mensen. Als we kijken naar het buitenland. Ook in het buitenland heb je oppositie en coalitie. Maar de mensen na de verkiezingen, komen ze weer bij elkaar tijdens verkiezingen, campagnevoeringen. Denk je aan elkaar. Maar na de verkiezingen komen ze bij elkaar en gaan ze kijken hoe verder, hoe kunnen we het land opbouwen. Maar hier in dit land denkt iedereen aan ik, de rest mag stikken. Wat er verder met jou gebeurt, is jouw zaak, mijn zaak taki, mijn zaak regel. Voor mij, mijn vrouw, mijn kind, mijn brada, mijn zaak, alles aan die regel. Lieve mensen, het is een hele mond vol geweest op deze oudejaarsdag. Kijk, over enkele uren gaat u de pankara afschieten. Ik zou zeggen, lieve mensen, wees voorzichtig bij het afschieten van vuurwerk. En wanneer u afschiet, schiet een gebed naar boven en vraag aan de Heer om Suriname te vrijwaren van al het gespuis dat er heerst op deze wereld en vooral in Suriname. Laat er een nieuwe wind gaan waaien in ons geliefd land Suriname voor een beter leven, voor een beter Suriname. Vanuit deze plaats een zalig uiteinde en een gelukkig nieuwjaar. Maar heet deze rode potlood niet? 25 mei, dat na die Dawatak Baka Fa'awaka. Ik wens u een hele fijne tijd verder, lieve mensen. Ik zou zeggen, een fijne avond verder en voor morgen ook een hele mooie dag. En dan zou ik zeggen, ik groet u en tot de volgende keer. Dag! Hai Srandang, mi moi, sweetie Kondre.